Vandaag gaan we aan de gang. Dit is de Baalactie 2019. En we gaan vandaag opnieuw tegen in strijd tegen de plastic soep gaan we de Waaloevers rondom de Waal schoonmaken. Deze actie is bedoeld om mensen goed bewust te maken van single-used producten, zoals blikjes en flesjes die na één keer gebruik op onze afvalberg terechtkomen, maar helaas ook ongelooflijk veel in onze openbare ruimte. Vrijwilligers van Tiel Tip Top hebben invulling gegeven aan hun eerste schoonmaakactie van het jaar. Stichting Tiel Tip Top is een vrijwilligersorganisatie met goede doelenstatus. Wij combineren vanuit de stichting laagdrempelig vrijwilligerswerk met het Tielse zwerfafvalprobleem. Gewapend met afvalzakken, bakfiets en prikstokken gingen de vrijwilligers het zwerfafval te lijf. Speciale aandacht wordt er gevraagd voor de invloed van zwerfafval op dieren. Marusha Sieben zet zich binnen Tiel Tip Top daarvoor in en werkt aan een onderzoek met betrekking tot zwerfafval en dierenleed. Dit doet zij via het verzamelen van beeldmaterialen om zodoende het probleem inzichtelijk te maken. Het is heel triest hoeveel veel materiaal we eigenlijk al binnen hebben gekregen over dierenleed met betrekking tot zwerfafval. Er volgen dit jaar nog meerdere acties om het zwerfafvalprobleem in Tiel aan te pakken. En voor de rest komen er nog verschillende projecten en kunnen vrijwilligers zelf ook de kar meenemen als ze zwerfafval willen ruimen. Wij gebruiken dit moment ieder jaar om te eiken hoe het met de betrokkenheid van de Tielse inwoner is gesteld bij het zwerfafvalprobleem in de directe leefomgeving. Wij zijn in ieder geval vandaag met 20 deelnemers aan de slag. We verwachten toch zeker 40 zakken met vuurwerk en zwerfafval binnen te halen. Ook al is het aanpakken van zwerfafval door Tiel Tip Top een druppel op de gloeiende plaat, het weerhoudt de organisatie daar niet van om enthousiast door te gaan. Ten opzichte van de containerramp die recent heeft plaatsgevonden in de Waddenzee, zou je onze actie nietig kunnen noemen, maar wij doen in ieder geval wat we kunnen.